The lone warrior stood against an army, slashing his way through all who opposed him. The mob stood no chance, and the soldier showed no mercy. But despite his... Hallo medegamers en welkom bij de eerste in een nieuwe serie, Indie Galore. Hierin ga ik verschillende indie games die mijn interesse hebben gevangen in de spotlight zetten. En ik wil aftrappen met Dust an Elysian Tale. Ik kwam hierop door de laatste game Ori and the Blind Forest. En toen ging ik nadenken en dacht ik, oh ja, ik heb Dust an Elysian Tale nog steeds niet uitgespeeld. En die staat nog in mijn Steamlijst, dus vandaar dat ik daarmee begin. Ik kwam hierop en ik zag de gameplay voor de eerste keer in een IGN trailer. En ik vond het er echt heel mooi uitzien en toen ging ik een beetje research doen. En toen kwam ik er dus achter dat deze game door grotendeels één creatief genie genaamd Dean Dodrill is gemaakt. Ik weet niet, ik heb daar wel een zwak voor. Gewoon van die mensen die echt entrepreneurship tonen en gewoon helemaal single-handedly een game gewoon maken. Dat vind ik echt tof gewoon. Nou, hij heeft dus alles zelf gedaan. De hele game is handgetekend, geanimeerd en geprogrammeerd door Dean zelf. Hij heeft wel een paar dingen uitbesteed. Hij heeft de soundtrack en het stemmenwerk heeft hij uitbesteed. En hij heeft ook wat hulp gehad bij het verhaal, maar echt 80% zeg maar van heel deze game is gewoon door één iemand gemaakt. En dat vind ik echt heel tof. Dat is wel leuk. Hij heeft gewerkt aan Jazz Jackrabbit 2 van Epic Games. Heeft hij artwork en cinematics voor gedaan. En wat ook wel grappig is dat het eigenlijk de bedoeling was dat het een onafhankelijke tekenfilm zou worden. Genaamd Elysian Tale. Dus het zou eerst niet eens een game worden, maar dus gewoon een animatiefilm. En hij verwachtte 3 maanden bezig te zijn met die animatiefilm. Maar uiteindelijk is dat dus een game geworden waar hij 3,5 jaar aan heeft gewerkt. Toen ik dus een tijd geleden die trailer voor het eerst zag, toen was er één ding wat me gelijk opviel. En dat was hoe flashy de combat eruit zag. Zoals je nu kunt zien, zie je heel veel lichteffecten en het ziet er allemaal heel groots uit, de bewegingen die je doet. En dat vond ik gewoon echt heel tof. En in de trailer was het natuurlijk ook gewoon op het best geëdit wat je maar kan hebben, zeg maar. Dus het zag er sowieso heel tof uit. Wat je ontdekt als je het spel gewoon opstart, is dat het ook gewoon echt zo voelt en speelt zoals je dan zou zien in die trailer bijvoorbeeld. Ja, het speelt lekker. Het is heel makkelijk te besturen. Je valt aan met het zwaard door X te drukken, mainly. En dat kan je een beetje afwisselen met Y en dan gooit hij er een paar combo's uit. En met de B-knop, ik heb het nu trouwens over de Xbox versie, met de B-knop of rondje op de PlayStation, dan doet dat companion, zeg maar, die companion die altijd met je meevliegt, Fix of zo heet die geloof ik, die schiet dan een soort van magie af, iets van een projectiel, het kan vuur zijn of een soort van magie wolkjes of zo. En dat kan dan ook weer helpen jouw aanval te versterken, want dan doet Dust, zo heet de main character, Dust die doet dan een wervelwind met zijn zwaard en dan verspreidt dat vuur of die magische wolkjes, zal ik het maar even noemen, die verspreiden dan over heel het beeld en die helpen dan mee in de combo. Ja, het speelt allemaal wel heel lekker. Het enige wat ik wel weer vind is dat een beetje, je hebt het allemaal wel snel door. Het is wel echt zo makkelijk, die combo's, je hebt er ook te weinig. Je hebt er gewoon te weinig om het diepgaand te noemen qua combat. En dat vind ik wel jammer. Ik had graag wat meer combo's gezien. Dus als je dit spel door wilt blijven spelen, zeg maar, dan gaat het wel liggen aan of je invested genoeg bent in het verhaal, zeg maar. En in de characters. Maar niet zozeer aan hoe goed de combat is. Want het is gewoon leuk om te doen en het blijft ook en het is leuk om naar te kijken. Maar diepgaand is het niet. Ja, ik heb het spel nog niet uitgespeeld. Ik ben nu ook echt pas 4 uur bezig of zo, denk ik. Maar ja, ik ben benieuwd of de gameplay leuk genoeg blijft om heel het verhaal door te zien. Maar er zitten ook RPG-elementen in. Dus je hebt wel de mogelijkheid om je attack en health en zo up te graden. En je krijgt ook hier en daar krijg je gewoon nieuwe aanvallen. En net zoals in Castlevania bijvoorbeeld...
kan je heel vaak met die aanvallen kan je dan ook verder geraken op een plek waar je eerst niet verder kon. Dus bijvoorbeeld dan krijg je de mogelijkheid om bommen naar je toe te zuigen eigenlijk door die wervelwind met het zwaard. Je kan dan opeens klimmen op muren. En dat zijn dan manieren waarop je op andere plekken kan komen in hetzelfde level. Op dezelfde manier zoals bijvoorbeeld in Castlevania en Metroid en zo. Dat zijn trouwens ook de favoriete games van Dean Dodrill, de ontwikkelaar. Dus het is niet zo heel raar dat je zoveel invloeden daarvan terugziet in Dust and Elysian Tale. Er zit net iets te veel dialoog in naar mijn smaak. Dat komt ook omdat het steeds een beetje de flow van de gameplay onderbreekt. Want je bent gewoon rustig aan het spelen. En dan soms is het gewoon zo erg dat je dan 20 stappen doet. En dan komt er weer een filmpje en weer een gesprek. En dan weer een filmpje en weer een gesprek. Terwijl je gewoon door wil spelen, zeg maar. In principe is het niet erg als het gewoon goed afwisselt. Gewoon gameplay en dan eventjes verhaal en dan weer gameplay. Maar soms is het gewoon te veel dialoog. Ik denk dat het ook wel een van de redenen zou kunnen zijn waardoor je dan dus door wilt spelen. Doordat je op een gegeven moment gewoon zoveel weet van het verhaal en de wereld en het conflict dat er gaande is. Want er is een conflict gaande tussen de Moonbloods en gewoon de Warmbloods eigenlijk. Zo noemen de Moonbloods hun dan weer. Ja, je weet niet echt wat die Moonbloods fout hebben gedaan. Ze zijn er gewoon. De generaal van degene die zeg maar hun uit wil roeien. Daar heb je net kennis mee gemaakt. Zo'n 3 uur in het verhaal of zo. Die vindt gewoon dat ze er niet moeten zijn, zeg maar. Ze noemen het een cosmic mistake dat die Moonbloods er zijn. Dat vind ik op zich wel een interessant gegeven, zeg maar. Ik bedoel, alleen omdat hij dan vindt dat ze er niet moeten zijn, roeit hij ze gewoon uit, zeg maar. Of tenminste, zoveel weet je tot op dit punt van het verhaal. Ja, ik ben nu in het verhaal. Dusty heeft net, kleine spoiler alert trouwens. Maar het is 2-3 uur in het verhaal of zo, dus het valt er mee. Maar Dusty heeft dus net een Moonblood afgemaakt. En er zijn er dus al niet heel veel meer van. Er zijn er gewoon weinig van. En hij heeft een Moonblood afgemaakt. En je weet zeg maar gewoon niet wat je daarvan vindt. Want hij gaat het bespreken met een meisje dan. Die Moonblood kende. Die Dust heeft afgemaakt. En je weet gewoon niet of dat een goede beslissing was van Dust om te doen. Want ze komen er uiteindelijk in het gesprek komen ze erop uit. Van het was goed dat je dat hebt gedaan. Want hij was mad geworden en hij wilde iedereen aanvallen. Maar het punt blijft dat er gewoon zo weinig waren. En Dust weet zelf ook niet wat hij is. Hij heeft wel een assassin outfit aan. En die outfits die hebben de mensen onder die generaal aan, zeg maar. Maar hij is zijn geheugen kwijt. Dus hij weet niet waarom die dat aan heeft of wat hij gedaan heeft. En die Moonblood die hij vermoord heeft, die herkende hem dus ook. Dus daar ben ik nu in het verhaal. En ik vraag me toch wel af van waarom herkende die Moonblood Dust? Wat heeft hij nou dus gedaan? En daarom wil ik ook wel weer doorspelen, zeg maar. I have come to my end. Eerlijk zijn, want puzzels in spellen vind ik over het algemeen niet zo leuk. Ik speel ook niet echt gewoon dat soort spellen. En zelfs bijvoorbeeld als je in God of War of zo een puzzel tegenkomt. Dan heb ik echt zoiets van, Want ik speel God of War niet voor de puzzels. Ik speel het gewoon voor de brute gameplay. En dan Soms kom ik toch wel even niet verder bij zo'n puzzel en dan, ik weet niet. Vind ik gewoon irritant, maar in dit spel, however, vind ik het wel leuk. Want de puzzels zijn echt goed bedacht. En ze zijn meestal niet zo lang, je zit niet zo lang zeg maar te kutten met die puzzels, dat het niet leuk meer is. Maar hier zijn de puzzels gewoon gepast en weet het. Omdat de gameplay ook niet zo diepgaand is, is het eigenlijk gewoon nodig zelfs dat er puzzels van dit kaliber in ieder geval in de game zitten. Want anders dan zou het echt te eentonig worden. Maar je moet echt goed nadenken voor deze puzzeltjes. En dat vind ik wel leuk gedaan. In deze 2D side-scroller past het gewoon heel goed. Nog een ander ding wat je te doen hebt in de game, dat is
challenges, zeg maar. Die zijn gebaseerd op tijd. Dan moet je bijvoorbeeld in 2 minuten of zo moet je zo snel mogelijk de hoogst mogelijke score halen. En dan moet je gewoon vijanden verslaan. En het is tegelijkertijd een race tegen de tijd, tegen de klok. Als ook gewoon het laten zien van je skills. Hoe snel kan jij je enemies afmaken. En je hebt hier ook gewoon leaderboards en high scores voor en zo. Dus dat is nog iets anders wat je kan doen. Die is ook wel leuk om te doen. De omgevingen zijn ook echt prachtig om naar te kijken. Ik bedoel, je hebt het nu vast wel gezien zo terwijl je de video kijkt. Het is gewoon echt heel mooi getekend. Je hebt echt best wel veel verschillende omgevingen. Niet allemaal hetzelfde, niet allemaal jungle of zo. Maar het ziet gewoon echt allemaal goed uit. En wederom, ik blijf het gewoon echt impressive vinden wat deze guy gewoon in zijn eentje heeft gemaakt. Ik vind dat gewoon echt knap. Echt respect gewoon voor deze gozer. Wat ik wel weer wat minder vind, is het voice acting. Het is niet heel slecht of zo, maar het laat gewoon een klein beetje te wensen over. Af en toe dan merk je gewoon dat het zijn niet de beste voice actors die we in de game-industrie kennen. Maar het is niet slecht, maar je merkt het gewoon. Het is gewoon net een niveau lager dan je misschien gewend bent in andere games. En het verhaal is leuk tot nu toe en best wel complex en diepgaand. Maar misschien ook wel net weer iets te, gewoon voor wat de game is. Want ja, het moet er wel bij passen gewoon. En soms is het misschien wel te veel van wat er gebeurt en hoe diepgaand het is. Maar dat is voor jezelf om te ontdekken. Ik vind de game in ieder geval heel leuk. Ik ga er nog wel even een tijdje mee door. En misschien komt er ook nog wel een review aan, wie weet. Maar ik wilde in ieder geval deze video maken om de game toch wel wat aandacht te geven. Want dat verdient hij zeker. En over een tijdje ga ik ook Ori and the Blind Forest checken. Want die heeft ook echt mijn aandacht gegeven. Dus dat komt ook nog. Nou, bedankt voor het kijken voor deze video. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie de volgende weer.